It's always difficult, the money subject. I grew up in a quite creative cultural family, but we never had enough money. It was Soviet Union still, it was quite a difficult time. Nou, de huidige situatie is natuurlijk absurd dat er zo'n hetze is tegen kunstenaars die van subsidies zouden leven als zakkenvullers, profiteurs. Maar mensen hebben geen nul wat je ervoor moet doen. Je bent gewoon 3, 4, 5 maanden bezig met subsidieaanvragen. Nou, en dan heb je helemaal geen zekerheid dat je dat geld krijgt. Ik ben André Groothuizen. Ik ben schilder. Ik zou schilder willen zijn. Ik heb te weinig tijd om te schilderen. Ik moet geld verdienen. En de tijd die rest ben ik kunstenaar. Ik ben een part-time kunstenaar geworden.